Mijn naam is Leon Keer en ik maak hier op Berlijnplein een 3D straatschildering. De techniek die ik gebruik daarvoor is anamorfose. En dat houdt in dat je op één punt moet focussen. Daar ga je staan en dan zie je als het ware een 3D object vanaf de grond omhoog komen. Ik ben begonnen met de schets. En vandaag zitten we in de fase van de eerste de verfstreken. Dus dan zie je de kleuren opkomen en waar de schaduwen moeten komen, waar het licht moet komen. En zo werk ik eigenlijk als een soort printer met de schildering. Ik ben al ongeveer 25 jaar bezig op straat. Muurschilderingen, straatschilderingen, eigenlijk van alles wat. Ik vind het zelf heel erg leuk om wiskunde te combineren met kunst. En dat heb ik mezelf een beetje geleerd. En sindsdien zijn deze straattekeningen wel een groot onderdeel van mijn werk. En voor mij is het een kwestie van ervaring. Dus ik weet precies hoe ver ik het moet uitrekken. Alle verticale lijnen in je tekening, die gaan naar dat ene punt. Dus mijn hoofd is bij het kijkpunt en mijn lichaam is dan fysiek aanwezig op straat. Het is een beetje een rare situatie nu in de wereld. Dus ik wil mensen een beetje een hart onder de riem steken. Om na te denken over deze situatie en dat je kan nadenken met je hart of vanuit je verstand. Ja, dat vind ik wel de kracht van street art. Dat je op dat moment ben je op die straat en kan je ook op die straat iets neerzetten. Dus je kan iets visualiseren waar andere mensen over nadenken op dat moment. Waardoor je als het ware mensen ondersteunt in hun gedachtegang. En je kan ook interactief. Kan je dus met deze schildering iets doen door middel van jezelf erop te poseren en door iemand anders een fotootje te laten maken. Dus dan word je als het ware onderdeel van deze optische illusie en dat maakt het eigenlijk nog sterker. Als je dit werk zelf wil gaan doen, je moet je natuurlijk gaan toeleggen op een stukje perspectiefkennis. Je moet ook een beetje de verhouding leren kennen tussen licht en schaduw en wat je kan bereiken met verf. Ik hoop dat er net als een run op de wc-papier een run komt op krijtjes. Want dat is vrij toch? Kinderen gewoon een doosje krijt geven en een 3D-tekening laten maken. Ja, waarom niet? Daar is nu ideaal de tijd voor. 's Ochtends aan het huiswerk en 's middags een leuke tekening maken. Perfect.